Een windhoos van ongekende kracht is langs Ridderkerk getrokken. Op zijn weg vernielde hij groentekassen. Los van geldelijke schade veroorzaakte dat de last van het ontmoedigende opruimingswerk. Sommige kassen waren opgelicht en neergesmeten. Deze onmetelijke krachten hebben ook ingewerkt op een vliegtuig van het type F-28, een Fokker Fellowship, die een vlucht zou uitvoeren van Rotterdam over Eindhoven naar Hamburg. Gezagvoerder Werner probeerde nabij Moerdijk de kernen van een zware onweersbui te ontwijken. Hij daalde van 1100 naar 300 meter, maar de windhoos greep hem toch. Het toestel ontplofte toen het de grond raakte. Brokstukken en fragmenten werden over 100.000 vierkante meter verspreid. Van de 17 mensen was zo goed als niets meer herkenbaar over. Het toestel sloeg een gat in de grond van enkele meters diepte. Vlak daarvoor waren op het radarscherm van Eurocontrol in Beek twee opgloeiende streepjes waargenomen, de afgebroken vleugel en het omlaag tuimelende vliegtuig. Aan een menselijke aanwezigheid herinneren nog slechts enkele voorwerpen. Alle vliegtuigonderdelen worden voor onderzoek verzameld. Men demonteert de beschadigde blackboxes die er in ongeschonden toestand zo uitzien. De cockpit voice recorder heeft de gesprekken tussen de piloten vastgelegd die kort voor de ramp nog heel rustig klonken. Niets duidt erop dat ze het onheil zagen aankomen. De flight data recorder legt technische gegevens omtrent de vlucht vast. De roestvrijstalen rol wordt tevoorschijn gehaald waarop de vluchtgegevens als snelheid, koers en hoogte met een diamanten graveernaald zijn vastgelegd. Het onderzoek toont dat niet een blikseminslag, maar een abnormaal grote versnelling van de zwaartekracht tot 6G de vleugel heeft doen breken. Over de hele wereld is nooit meer dan 2G waargenomen. De wet eist een weerstand van 2,5G. De Friendship is bestand tegen 4G. Door een metallurgisch onderzoek moet nu worden vastgesteld welke krachten tot het afbreken van de vleugel hebben geleid. Want bij de luchtvaart moet elke ramp een lering geven die een herhaling moet voorkomen.